Afgelopen maandag maakten drie spelers hun eerste speelminuten in het shirt van FC Groningen. Zo kwam Ahmed El Messaoudi 45 minuten in actie tegen de reserves van Vitesse. Hij bekroonde zijn officieuze debuut met een assist op Romano Postema, maar wist met FC Groningen niet te winnen van Vitesse. Ja, het komt beter, maar ja, ik ben blij omdat ik heb lang niet gespeeld in de competitie. Dus vandaag was 45 minuten, was goed voor mijn fysiek. Het moet heerlijk zijn geweest om even weer op het veld te hebben gestaan. Zeker, ja, ik was heel blij. Ik was heel blij om terug te spelen. En, ja, ik denk 45 minuten om te beginnen is goed. Ook Niklas Strunk Jacobsen kwam voor het eerst in actie in een wedstrijd. De Deen was ongelukkig met deze actie die Vitesse een penalty opleverde. I think my leg comes between his legs and then I fall and then he fall and then a penalty. But that's what happened. And then I think we try in the second half to keep going and to keep playing and create some chances, but we couldn't put it in and then they scored two goals more. Strunk Jacobsen wisselde goede acties af met minder goede en keek dus terug op een wisselvallige wedstrijd. I think it was fine. Of course there will be some mistakes. That is football and I have only been here for one week, so there's love to improve, but I'm still keep going and keep the head up and we're looking forward to the next weeks. Strunk Jacobsen speelde tegen Vitesse de volle 90 minuten. Hij verhuisde in de tweede helft van de rechtsbackpositie naar het middenveld. Een voorkeur voor een van beide posities heeft Strunk Jacobsen niet. Actually, I don't care. I can play the both positions. So if they think I have to play the right back, I can do that. And if they think I have to play the midfield, I can do that. So yeah, I really don't care. I just like to play. In de tweede helft kwam de derde nieuweling, Joel Azoro, in de ploeg. Hij liet af en toe zien dat hij beschikt over veel snelheid, al was het vervolg van zijn acties niet altijd succesvol. Het bevalt Azoro na één week prima in Groningen. It's been nice. The hotel is nice, the area. I like it because it's like very quiet and stuff like that. So you know, you enjoy that. Yeah. Did you see the town, Groningen? Yeah, a little bit. Me and Nicolas and some couple other places. We just went around to just show us how it was and yeah. What do you think of Groningen? Well, it's a nice city to be honest. Everybody be talking about, this is a student city, you know, like so. Afgelopen zondag zaten de drie nieuwe spelers al op de bank toen FC Groningen de uitwedstrijd tegen AZ speelde. De nieuwelingen kregen in Den Haag een goede indruk van een nieuwe club. Ja, zeker. Ja. Ik was op de bank en ik was 100% achter de ploeg. En als ik moest inkomen, ik was al klaar. Dus het resultaat was goed. Ik denk, 0-0 tegen AZ uit. Dat is een goed resultaat voor ons. En we konden nog scoren. En ik denk dat was een goede wedstrijd voor ons. I think we could have won the game, but you know it's good to learn as well to see how we're gonna play, you know, in the future and stuff like that. So, the game was okay.